X can't give it to you. En dan wel specifiek de MSI Trident X. Peter is mee aan de slag geweest en dit is het PC Master Race, soort van gecondenseerd in één kast die eigenlijk de console kan vervangen en weg kan blazen. Ja. Peter, de MSI Trident X. We hebben al een aantal Tridents ooit behandeld. Dat zijn natuurlijk een beetje, ja, toch een beetje dat MSI denkt van, nou, we gaan de PC naar de woonkamer brengen. Maar dit is wel echt een geval apart. Ja, het is de X. Zeg maar, als je denkt van, ik wil een Xbox One X kopen, maar ik heb het budget om 6 Xbox One X's te kopen, dan koop je de Trident X. Ja, ongeveer, want dit ding is volgens mij ook nog niet op de markt op het moment van spreken. Nou, niet in Nederland. Niet in Nederland, maar het is het paradepaardje van MSI als het gaat om een soort van de consolevervanger in de woonkamer. En ja, we hebben al een beetje verschil over hoe we hem eruit vinden zien. Ik vind het dus echt een heel erg mooi apparaat. Want je ziet die 2080 zie je constant draaien in een soort van mooi roster. En dan ook natuurlijk met RGB en shit. Ik vind het echt... Aan de andere kant heb je dan, weet je, zo'n grote case fan die alle kleuren van de regenboog doet. Ja, ik vind het een heel fijn apparaat, zeg maar, esthetisch. En als je nu in je woonkamer hebt staan, dan laat je de console peasants wel zien van, luister, oké, leuk een Xbox. Maar kijk eens wat ik hier heb. En dan in alle kleuren van de regenboog. En dan geen Red Dead 2 kunnen spelen. Ja, precies. Ja. Gewoon net zeggen. Wou je dat echt net zeggen? Ja. Maar kijk, nee, het is echt een bakbeest. En alles wat erin moet zitten, zit er ook in. En het is best wel knap, jij bent de tech guy van ons, dat dit allemaal in dit apparaat past. Ja, ze hebben het wel netjes in elkaar gefrot, zou je kunnen zeggen. Maar dan wel op de soort van positieve manier van gefrot. Want het werkt wel allemaal. Ik bedoel, het is een soort van, inderdaad, een soort van Xbox One X die je op zijn kant zet. Of eigenlijk meer de oude Xbox One die je op zijn kant zet. En dan is het wel weer mooi dat ze dan, weet je, die RTX, die draaien ze dan mooi. Er zit dus een MITX moederbordje in. Maar daar werkt wel gewoon alles op. Ze hebben het wel netjes in elkaar gezet, lijkt het wel. Hij houdt zichzelf volgens mij ook wel cool, omdat hij de lucht er een soort van doorheen blaast. Ja. Dit is natuurlijk wel de vraag in als je heel lang heel veel games speelt, of dat het geval blijft. Maar ik vond hem wel best wel stil blijven ook. Ik heb het idee dat MSI dat sowieso wel. Of dat we in ieder geval nu in een era komen dat herrie van systemen veel minder een ding is. Ook met laptops heb ik dat idee. Ja, maar met desktops natuurlijk al helemaal. Omdat die nieuwe videokaarten, die krijgen ook weer allemaal nieuwe. Dit zal wel de Twin Frozer 5 of 6 inmiddels zijn van MSI die erop zit. Dus je hebt wel heel veel van die case fans en fans sowieso. Met ijs dat ze uit de Arctische Noordpool hebben gehaald en geïnjecteerd in de videokaart. Zo doen ze dat. De toekomst is nu. Fuck you, global warming. Wat cool. Nee, maar er zitten wel alle snufjes voorzien. Ja. En sowieso een 2080, dat maakt dat het de basisprijs van de ding niet goedkoop kan zijn. Nee, inderdaad. Als je als PC-gamer 2080 hoort, dan heb je al zoiets van auw. Ja, dat gaat een duitje kosten. De rest van de specs. Begin even over, je mag me even helpen daarmee. Ja, zeker. 32 gig. Ja, dat wist ik. 32 gig wist ik, maar je moet me even met Intel... De 9700. 9e generatie, dat kan alles toch? Ja, 9e generatie is sowieso natuurlijk wel top of the line. Ja, dat zou ook een beetje raar zijn als ze een 2080 erin zetten en een of andere oude i7. Het is wel een i7, geen i9. Maar dan alsnog, weet je, dit is wel een processor die een heleboel kan trekken. En ik vind 32 gig vind ik best wel... Een soort van bijna overdreven, maar ik snap het. Ja. In dit geval snap ik het. Ja, nee, nou ja, ik weet niet. Snap je het? Wat heb je het ooit nodig? 32 gig, nou ja, weet je... Eigenlijk zou je zeggen, alle high-end games zouden op 16 ook al wel uit kunnen toppen als je alles al helemaal opschaalt. Die 2080 die neemt natuurlijk ook met VRAM een heleboel van je RAM af. Maar dit is wel 32 gigjes als je er ook mee wil streamen en je wil twee games tegelijkertijd draaien en allerlei gekke dingen. Dan is het ook, zeg maar, meer dan genoeg. Dus het is wat je zegt, dat paradepaardje van PC Master Race, dat zit hier wel in, want 32 gig. Ik denk dat de meeste gamers niet oprecht kunnen zeggen dat ze 32 gig hard nodig hebben. Wait for it in de comments. En daar is iemand die 32 gigram nodig heeft. Ja, voor zijn 4K streams. Jazeker. Weet je, het is niet altijd makkelijk om een review site te zijn. Het is heel erg leuk, want we krijgen heel vaak de meest high-end systemen. Maar soms zijn ze ook een beetje lastig te verkrijgen. Dus een simpele internet search, als we dan toch komen op de prijs, is inderdaad een duur beestje. Ja. Het kleinere broertje van deze met 16 gig heb ik zien staan voor €2700. Schoon en naar. Hoppatee. Nou, dit is dan nog 32 gig, dus laten we zeggen dat rond de 3K. Ik denk dat... Lousy 3K heb je niet toch wel in huis? Ik snap niet, dat zal ik nooit gezegd hebben, maar ik denk dat alles onder de €3000 is een bargain. Is gewoon een rennerprijs. Een rennerprijs, kassakoopje. Ja, het is op. Het is eigenlijk wel bizar dat ze dit doen, maar ik snap het ergens ook wel. Weet je, misschien heeft dit maar een hele kleine niche, dit soort systemen, maar het is gewoon een soort van... Het is een novelty, het is een feature dat ze zeggen van kijk, dit is wat wij als MSI kunnen. Als we het willen en als jij het geld hebt. Ja, precies. Ja, en dan hebben ze modellen eronder die het dan voor de consument aantrekkelijker maken. Ja, volgens mij ook nog eentje erboven.
boven. Die, ja, zal, die is al een negende generatie. Of een i9. Die komt eraan in ieder geval. Of die is er al, maar in ieder geval die is er ook nog. Dus het is bizar. Er zit waarschijnlijk iemand in Taiwan, is in de wandelgangen van de MSI van, zal ik die een keer maken voor mezelf? Gewoon. Ja. Ik zou dan wel een keer in de fabriek willen kijken hoe dat dan allemaal gaat. Hoe die daar zitten te werken aan dit soort systemen. Waarschijnlijk. Want dat is natuurlijk leuk. De fuck up. Ja, maar volgens hen is het natuurlijk leuk om zo'n model te maken en dan te downscalen in plaats van andersom. Ja, ik denk ook dat dat een beetje de bedrijfsstrategie is. Je gaat eerst gewoon kijken hoe ver je kan gaan en dan ga je dus een beetje animo meten van, oh, dat zou vet zijn als het ook goedkoper was. En dan ga je dus die goedkopere edities brengen. Ja. Dus ik ben benieuwd hoeveel, zeg maar, hiervan uiteindelijk de kleinere versies, of dat misschien wel een grotere markt kent of zo. Ja, we gaan het zien. De MSI Trident X. Hij is er en hij is dik. Ja! Ja, geen woorden voor me. Nee, echt, jij. Hij is dik. Yep. Gamersnet. .nl. Ja, we hebben zeker. Dure dingen. Soms reviewen we ook dingen die je waarschijnlijk, waarvan je denkt van, ah, die kan ik wel kopen. Kom eens een keer langs op de website. Je weet niet wie de loterij wint. Het is weer bijna de 10e van de maand. Je zou het zomaar kunnen zijn. Valt hij bij jou? Koop voor mij dat ding.